polijst, dribbel polijst, uw bord. Allemaal. De tiende dag is ingegaan voor de 130 hongerstakers, illegale, die in de Agnuskerk zitten in Den Haag. Die dus hebben besloten om helemaal niks meer te eten en alleen een beetje te drinken, een beetje thee en een beetje water. In de hoop dat ze zo een verblijfsvergunning krijgen. Heel veel mensen snappen het en die respecteren ook die keuze om dat op zo'n manier proberen voor elkaar te krijgen. En andere mensen zeggen, dat doe je niet. Je gaat niet je leven op het spel zetten om iets te bereiken, hoe uitzichtloos je situatie misschien ook is. Dat doe je niet, Lydia Rood, in hongerstaking gaan. Nee, nou ja, in elk geval niet zomaar. Ik denk dat je dat alleen doet als een laatste redmiddel, als al het andere gefaald heeft. Veel mensen vinden ook dat het chantage is. Ja. Nou ja, nou is dat elke staking. En daar kan je wel natuurlijk iets op tegen hebben. Maar dan moet je ook tegen stakende buschauffeurs en zo zijn. Maar goed, hongerstaken, dan heb je het echt. Dan ben je jezelf op het spel aan het zetten. Dat doe je niet zomaar. Nou, deze mensen hebben gewoon alles geprobeerd. En die kunnen niet anders meer. Voor mij ligt het ietsje anders. Ik ga meedoen vanaf aanstaande maandag. Als het nodig is, als er niet nog iets in beweging komt deze week. Dus ook alleen meedoen? Met niet eten, met vasten. En voor mij is het natuurlijk niet echt nodig. Ik loop niet het risico het land uit gegooid te worden. Nee, je bent journalist, schrijfster. En in die zin, heb je daar helemaal niks mee te maken? Niet direct, maar wel indirect. Omdat dit land is van ons en daar zijn wij verantwoordelijk voor. En wij hebben wel rechten en wij hebben wel stemrecht en alles. De regels zijn onze regels. Als die regels veroorzaken dat er mensen die 30 jaar misschien of 10 of weet ik veel hoe lang hier hebben gewerkt en belasting betaald, eruit gegooid kunnen worden, dan zijn wij verantwoordelijk. En ik heb het soort opvoeding gehad dat maakt dat ik dan denk, daar moet ik iets tegen doen. En in die zin is het ook voor mij een soort noodkreet. Een hongerstaak is het wapen van de machteloze. Ja, dan heb ik dat is ongeveer het uiterste wapen. Hè? Ja. Meer hebben we niet in huis. Maar het is nogal wat om dat te doen. Komt je dat aangevlogen of heb je er lang over nagedacht? Nou, ik heb een paar keer eerder op het punt gestaan. In het geval van Gümüş, dat is eigenlijk hetzelfde geval. Die heeft het dus verloren, die is teruggestuurd. En die Iraanse vluchtelingen, dat waren asielzoekers die uitgeprocedeerd waren. Maar die zelf zeggen, maar ik kan niet terug. Dat geldt trouwens ook voor deze mensen. Het hele land van herkomst kennen ze niet eens meer. Hun kinderen spreken de taal niet enzovoort. Maar goed, ik heb het dus een aantal keren al gewild. En omdat ik, ja, ik ben geen politicus. Ik heb geen ander middel. En, de pen? Ja. Ach ja, dat moet je niet overschatten hoor. Ja, dat misschien helpt dit meer. Dat zou kunnen. Maakt het indruk. Meneer Zander, had u ook geen ander middel dan in hongerstaking gaan? Ik had geen ander middel meer in de uitzichtloosheid die ik, zoals ik hem ervaarde. Namelijk dat mijn dochter en ik geen contact met elkaar mochten hebben. En dat dat voor een groot deel veroorzaakt werd door het apparaat wat eigenlijk iets omgekeerds hoort te doen, namelijk kinderbescherming. Die vaders, die juist omdat ze zorgen voor kinderen, juist omdat ze een emotionele relatie hebben met de kinderen, juist daarom dat contact verbiedt. En daar kun je zo door in de hoek gedrukt worden. En ook vanuit mijn eigen en het belang van mijn kind, dat je inderdaad naar een noodgreep grijpt en je probeert dan een tegenmiddel te kiezen. Niet aan de drank te raken of de hand aan jezelf te slaan op de destructieve manier, maar probeer er iets constructiefs van te maken. Ja. Maar alles wat normaal dus mogelijk was om te doen, dus de rechter en de kinderbescherming, zegt u, dat lukte niet. Want er moet wel heel veel gebeuren, denk ik,
Was dat trouwens zo voordat u dacht, en nu neem ik dit middel? Ja, er zijn echt heel waanzinnige dingen gebeurd. Ik bedoel, dat er een conflict is tussen ouders of zo, dat heeft er eigenlijk weinig mee te maken. Maar dat deze staat ervoor gaat staan dat ouders het contact met hun kinderen, en die kinderen dus met de ouders, wordt ontzegd. En dat er echt ook met geen stok toe te zijn te bewegen om dat standpunt te verlaten, het praktische standpunt, in hun geschriften, in hun rapporten, dat heeft gemaakt dat je aan de rand van radeloosheid wordt gebracht en dat je iets moet ondernemen. En ook vanuit gewoon het gevoel voor, gewoon het normale gevoel wat je als vader voor je kind hoort te hebben en wat ik ook heb voor mijn kind. Toen ik 3 jaar was hier. Ja. Had u zich goed voorbereid ook? Ja, ik heb me behoorlijk voorbereid toen. Want ik had het van tevoren. Ik had lang van tevoren een planning gemaakt samen met vrienden en lotgenoten overlicht. En ook echt een soort groep samengesteld die mij steunde tijdens die staking, die ook voortdurend aanwezig waren. Ik deed de hongerstaking op een heel publieke plaats, midden in Deventer. En dat maakte dat het ook nodig was dat andere mensen bij waren voortdurend om mij te helpen, maar ook om het publiek mee te worden. Maar zat u gewoon buiten? Zonder caravan hadden we geregeld. Dat had ik dus ook. Waar had u ze neergezet? Voor het kartongericht, ja. Dus ik heb ook een symbolische plek gekozen. Mm-hmm. Die ook op dat moment relevant was, omdat er een procedure bij het kartongericht nog speelde. Ja. Hierover. Ja. En daar bent u in gaan zitten? Ja. En vanaf dat moment hebt u niet meer gegeten? Ik heb 12 dagen niet gegeten, ja. Mm. En niet gedronken? Alleen water en thee heb ik tot me genomen, ja. Dus geen enkel voedingsmiddel. Nee. Was het zwaar? Ik dacht dat het heel zwaar zou worden. En het is me eigenlijk, het aspect van hongergevoel is me heel erg meegevallen. En dat was want wat er gebeurde was eigenlijk wonderlijk. Ik heb zoveel mensen in die tijd op me afgehad. Ook heel veel kinderen die in de problemen worden gebracht. Die kwamen bij u langs? Ja, ja, want kijk, je treedt zelf met iets naar buiten. Wat anders zelden zo naar buiten wordt gebracht. Eigenlijk een beetje een verborgen en weggestopt probleem. En juist kinderen zijn daar de dupe van. En op het moment dat ze zien dat ze daar ergens een aanspreekpunt hebben, dan zien we dat ze dus komen. Maar natuurlijk ook vaders of soms moeders of andere mensen die dat aansprak. En dat was zo overweldiging. Dat je eigenlijk, dan ga je vanuit je geest leven. En ik heb dat hongergevoel een beetje overgeslagen. In ieder geval in die 12 dagen. Ik werd wel slap op het eind. En ja, als ik was doorgegaan, had ik wel een lange daarna wel een lange herstelperiode nodig gehad. En, ja. Was het voor u, hoe was het voor u, mevrouw Montaigne, toen u in hongerstaking was? Kunt u een beetje volgen wat hij zegt? Van het was eigenlijk minder zwaar omdat ik zoveel aandacht kreeg. Dus er kwam iets voor in de plaats. Nou, die aandacht die is mij overvallen. Dus ik had niet verwacht dat het zoveel, ja, dat er zoveel mensen op af zouden komen. Ja. Maar waarom bent u in hongerstaking? Ik ben in hongerstaking gegaan omdat men toen van plan was om in Nederland 60.000 dossiers te vernietigen, waarin de gegevens vermeld stonden van onze biologische ouders. En u was op zoek naar? Mijn dossier lag veilig in de kluis bij de rechtbank, dus daar hoefde ik niet voor te gaan zitten. Maar al die andere kinderen die niet zo'n grote mond hadden als ik en die niet zo strijdvaardig waren, die zouden daar de dupe van worden, want die dossiers die zouden vernietigd worden namelijk. En waren dat kinderen die niet wisten wie hun ouders waren? Die niet wisten wie hun biologische ouders waren. Dus die geadopteerd waren of die dus zeg maar uit een ongehuwde moeder kwamen en dan vaak al in een kinderthuis waren gekomen. Nou, die kinderen, daar stonden wel de gegevens van allemaal genoteerd, want Nederland is een heel goed administratief land. Maar men vond gewoon dat men die dossiers kon vernietigen, punt uit. Men vond gewoon dat wij dat recht niet hadden om te weten. U hebt eerst voor uw eigen dossier gevochten? Nee. Ik heb nooit voor mijn eigen dossier hoeven te vechten. Integendeel zelfs, want ik had een opening voor mijn eigen dossier. Maar dat heb ik geweigerd, omdat ik altijd heb gezegd of allemaal of geen één. Dat heb ik zowel gezegd bij het... Begrijp ik u goed, dat u was op zoek naar uw wettige vader? Ik was op zoek naar mijn biologische vader. Naar uw biologische vader? En daar hoorde ik dus op een gegeven moment waar dat dossier lag. Ja. En toen bent u zich zorgen gaan maken over die dossiers van mensen? Nou, ik heb me niet alleen zorgen gemaakt over mezelf. Ik ben altijd voor andere kinderen in de weer geweest. En daar bent u ook voor in hongerstaking gegaan?
Want mijn eigen dossier was veilig. Ja. Dus daar hoefde ik niet voor in, dossier, in hongerstaking te gaan. Ja, was uit zoals pure het menslievendheid heb je het gedaan? Ik heb het, nee, ik heb het niet uit menslievendheid gedaan. Ik heb het gedaan omdat ik vond dat wij als kinderen... Ja. Uit het verleden, maar ook de kinderen van het heden en de toekomst... het recht hadden gewoon om te weten wie hun biologische ouders waren. En daar is jarenlang over gepraat en iedereen vond dat maar onzin. Nou, en dan kom je tot het besluit van die hongerstaking. En ik had ook zoiets van, ik heb niks te verliezen. Want ik heb geen familie, vrienden die ik heb, jammer, daar had ik het mee besproken. En voor mij was het van, kijk, als ik inderdaad doodga, dan gaat heel Europa, valt dan een keer goed over Nederland. Want Nederland heeft altijd een handje van om te wijzen op de mensenrechten die niet gebeuren in het buitenland. Dus nu kan Europa een keer goed over Nederland vallen. Had u het goed voorbereid? Ja. Mijn lichaam was helemaal leeg. Goed ontgiftigd. Ja, want je moet zorgen dat alle... Je zou zeggen, je zorgt dat je flink veel gegeten hebt. Nee. Je moet vloeibaar voedsel overgaan. Zorgen dat alle giftige stoffen die wel in je lichaam aanwezig zijn, dat die er ook uit zijn. En dan ga je over naar het water. En dan blijkt dat water de verrukkelijkste drank is van de wereld. Ieder glaasje water was er Dat was echt waar bent u gaan zitten? Ik ben voor het gebouw van het oude Moederheil gaan zitten, wat intussen Valkenhorst heette, in een lichtstoel met alleen een afdakje boven mijn hoofd. Ja, en in dat huis lagen onder andere heel daar veel... In dat huis lagen onder andere 5000 dossiers. Maar in heel Nederland waren er 12 van die huizen waar die overige, zeg maar, 55.000 dossiers lagen. Dus het ging in totaal om zo'n 60.000 dossiers. Waren ze die echt van plan om die te versnipperen? Ja, de Raad voor Kinderbescherming deed dat al. De Raad voor Kinderbescherming deed na elk 30 jaar een hele grote schoonmaakbeurt maken. En dan gingen die dossiers... Hoe lang hebt u het volgehouden? 31 dagen en 10 minuten. 10 minuten? Ja, die laatste waren zwaar. Ja. Nou, het is niet... het is pas na de hand zwaar. Op het moment dat je eruit... Nou, het is niet niks natuurlijk, hè? Laten we het niet bagatelliseren, 31 dagen. Nou nee, want het enigste waar je tijdens je hongerstaking moet vechten is voor alle negatieve invloeden. En dat advies zou ik je dan willen geven. Zorg dat mensen niet met negatieve verhalen bij je komen. Want dat is het ergste wat je kan overkomen. Het enigste wat je moet doen is zorgen dat mensen positieve energie naar je sturen. En ik zeg ook altijd... Maar als er nou iemand langs kwam die tegen u begon te praten en waarvan u dacht, weg... Gelukkig kennen ook heel veel mensen mij als een kring van een mens. Dan joeg ik ze weg. Dan zei ik echt van, ik heb daar geen boodschap aan. Ik zit hier voor al die zaken. En ik wil gewoon alleen maar, weet je wel, de positieve energie. Ja. En ik heb ook altijd gezegd, en dat wil ik nogmaals zeggen tegen het Nederlands publiek. Deze hongerstaking heb ik niet alleen gedaan. Ik was wel de motor, maar al die Nederlanders hebben dit gedragen. Die waren ook de benzine, de olie en de bougies en de veesnaar. Die hebben het, zeg maar, met mij samen het voor elkaar gekregen. Want alleen had ik het nooit voor elkaar gekregen. Ja. Hebt u niks aan overgehouden? Jawel. Mijn lichaam heeft natuurlijk een behoorlijke optaat gekregen. Ik ben bijvoorbeeld mijn lichamelijke kracht ben ik gewoon helemaal kwijt. Financieel ben ik zo arm als Job. We hebben 5 jaar rechtszaken gevoerd. En ik moet nu nog, zeg maar, maandelijks een bedrag betalen aan de deurwaarde voor de rechtszaken. Dus dat heb ik eraan overgehouden. Maar daartegenover zeg ik altijd, ik ben geestelijk de rijkste vrouw van heel de wereld. Ja, dat is mooi. Mevrouw Liem, u bent vertrouwensarts. En u begeleidt al 10 jaar lang asielzoekers die in hongerstaking gaan. Hoe gevaarlijk is het eigenlijk om niet meer te eten? Het moet niet onderschat worden. Een paar dagen zonder eten, dat zal niet zo'n probleem zijn. Maar het niet gebruiken van geen enkel voedingsmiddel moet niet onderschat worden. Het lichaam kent weliswaar, zeg maar, ontsnappingsmogelijkheden. Het is in staat voorrang te geven aan wat dan waarschijnlijk het belangrijkste is. De hersenen, het hart en de nieren onder andere. Maar ja, dat gaat wel ten koste van de rest van het lichaam. En dan van verschillende organen, dat in meer en mindere mate. Het zal duidelijk zijn dat hoe slechter of hoe beter iemand van tevoren is voor hij begint aan zijn hongerstaking, hoe
meer de gevolgen of hoe ja. de gevolgen maar hoe lang houdt het uit? Hoe lang kan het? Ja, als je het zou uitrekenen, zou eigenlijk iemand in theorie aan zijn lichaam voldoende voeding moeten hebben om daar 80 dagen van te leven. Dus u bedoelt, je eet je eigenlijk je eigen lichaam op? Als je je eigen lichaam helemaal op zou kunnen eten, toch lukt dat niet. In de literatuur zijn daar toch er zijn andere mechanismen die dan eerder verkeerd gaan. 60 dagen is eigenlijk wel het maximum. Een enkele uitzondering tot iets hoger. En dan, wat gebeurt er dan met je? Er gebeurt van alles. Bij 40 dagen ligt er een duidelijke omslag. Dan gebeurde er echt blijvende schade. Maar in die dagen, die weken, die dagen daarvoor kunnen er ook al allerlei schadelijke invloeden ontstaan. Ja, eigenlijk omdat, wat ik net zei, omdat het lichaam andere organen opoffert. Ja. Ja. En kunt u zich voorstellen dat bijvoorbeeld de huid zal eerder verwaarloosd worden door lichaam. Is het onherstelbaar eigenlijk? Sommige dingen wel, ja. En dan ook weer afhankelijk van de duur en van de conditie die iemand heeft van tevoren. Maar een aantal dingen, wat u ook net zei, dat de kracht verloren gaat, ook in de loop van die periode worden ook de spieren, zeg maar een beetje simpel gezegd, het eiwit, de aminozuren van de spieren worden gebruikt voor andere. Ja. Wat is uw taak nou? Want ik zeg, u doet het 10 jaar. En niet dagelijks. Nee, goed, dan gelukkig maar, denk ik. Maar u doet dat toch 10 jaar en u houdt zich bezig met mensen die in deze situatie waar wij het nu over hebben, die zich daarin bevinden. Wat is dan uw taak? Ik doe dat in Zeeland en ik doe dat voor asielzoekers. In Zeeland is de zorg voor de asielzoekers in de centra, die hebben een huisarts of een arts van het asielzoekerscentrum. Die zorgen voor de puur medische begeleiding, het zorgen voor de gewichtscontrole en dergelijke. En ik ga naast de hongerstaker staan, letterlijk en figuurlijk. En ik probeer zijn of haar belangen zo goed mogelijk te behartigen. En hebt u niet de neiging, ik bedoel, u bent een dokter, om te zeggen, hou eens op. Want je ziet mensen alleen maar slechter worden. Dat is ook. Dat zou je ook. Ja, eigenlijk, je bent natuurlijk een hulpverlener. Je wilt eigenlijk liever dat iemand beter wordt dan dat hij zichzelf slechter maakt. Het is zeker niet mijn taak om te zeggen, hou eens op. Maar kunt u zich inhouden? Het is zelfs zo dat ik ik kan me een situatie goed herinneren. Ja. Die was zo duidelijk dat ik eigenlijk alleen maar kon zeggen, jullie hebben groot gelijk. Ja. Ik wil me even vertellen hoe die situatie was. We hadden in Goes opvang in een oud ziekenhuis. Dat was op zich al niet ideaal. En daar woonde een gezin. Een gezin zoals we hier gewoon in de straat kunnen zien. Vader, moeder, 2 kinderen. En die woonden op een oorspronkelijk 4-persoons patiëntenkamer. Dus hoe groot zal dat zijn? 6x5. En die wonen daar inmiddels al 2,5 jaar. Ook was toen de regeling van kracht geworden dat er geen tijdelijke opvang in gewone woonhuizen meer zou zijn. Dus iedereen die op dat moment in een centrum zat, die zou daar zijn hele procedure moeten afwachten. Die kinderen waren jong middelbare schoolleeftijd, 12 en 14. Ja, het was op zich al een schrijnende situatie, maar die bleef bestaan en die zou dus waarschijnlijk blijven bestaan. En zijn die mensen in hongerstaking? Die vader is eerst in hongerstaking gegaan, gevolgd door de moeder. En die kinderen zijn uit solidariteit mee gaan doen met de ouders. En u stond erbij? Ja, en ik trof dat dus aan in die kamer. Die op zich al, als je die kamer binnenkwam, dan sprong bijna de traan die al in de ogen. Wat doe je dan? Ja, op dat moment kon ik toch echt niet zeggen van stop nou maar en wacht nou maar af. Dus toen heb ik toch, ik moet dit zeggen, niet alleen door mij, maar iedereen had natuurlijk een begrip voor die situatie. Is dat een goed middel dan? Wat vindt u? Ja, op dat moment blijkbaar wel, want zij hebben niet ze wilden ook geen definitieve status. Zij wilden betere huisvesting. En die hebben ze gekregen? En die hebben ze gekregen. Het speelde ook in december, het speelde vlak voor kerst. En ik zal het nooit meer vergeten. Ja. 2 dagen voor kerst gingen ze naar een ander centrum, waar ze in een soort bungalow, zo'n bungalowpark, wat ook als opvangcentrum. Ja. Hebt u tenminste voor elkaar gekregen wat u beoogde? Voor zover het mijn eigen dochter betreft niet. Nog steeds niet? Nee, ik ben gewoon voor de gek gehouden in die tijd. Maar ik moet zeggen dat ik in ieder geval wel bereikt heb tijdens die hongerstaking dat een aantal andere kinderen die daar liepen het als aanleiding hebben gevonden om contact met hun vader te herstellen. En dat sinds die tijd, niet alleen door mijn toedoen natuurlijk, maar er wel een paar flinke wetswijzigingen zijn geweest wat betreft het behoud van gezamenlijke kansen. Vond u het een goed middel, achteraf gezien? Ik heb er nooit spijt van gehad, in ieder geval. En het heeft
Ja, ik heb erin geloofd vanaf het begin dat het een sterk middel was. En zo ben ik er ook uitgekomen. Van, ik heb dat gedaan en ik wist waar ik voor stond. En ik wist dat dat belangrijk was waar ik voor sta. Ik geloofde daar ten diepste in. En dan is dat eigenlijk ook niet kapot te maken. Als we het nu over de illegale hebben, want daar gaat het dus eigenlijk om. Hè? Is dat dan... je hoort dit nu allemaal ook, hè, Lydia. Is dat nou... Moet je het nou wel doen? Ik bedoel, is dat nou het geëigende middel? Nou ja, daar kan ik eigenlijk al niet meer over nadenken. Ik denk dat ik wat dat betreft niet zoveel verschil van mijn vader en zijn dochter. Ik vind... Je moet ervoor staan. Je moet iets zo graag willen en je zo machteloos voelen. En ik schaam me al zo lang. Ja. Want dit verhaal vind ik gek genoeg bijna nog meevallen. Ik had laatst een lifter meegenomen die natuurlijk 2 uur op Sinterklaasavond langs de weg staat in de sneeuw en niemand neemt hem mee. En die moest naar Krailo Asielzoekerscentrum. En die woont in een kamer met zijn vrouw en kindje die is zo ongeveer zo groot als deze tafel. Ik bedoel, hoe wij met onze vreemdelingen omgaan, het is zo schandelijk. En ik vertelde hem hij dacht, dit is binnen een paar maanden geregeld. Ik zei, sorry, maar ik heb een vriend die heeft hier 2,5 jaar gezeten. Voordat hij te horen kreeg dat hij zijn A-status kreeg. Het gaat over een andere groep wel. Maar het is wel tekenend voor hoe wij met vreemdelingen omgaan. En dan moet je zelf naar het buitenland gaan. Je wordt overal met open armen ontvangen. En iedereen, al die Nederlanders die ergens anders hun bestaan hebben opgebouwd. Ik bedoel, je schaamt je gewoon dood. Ik schaam me dat ik daar medeplichtig aan ben. Dus, en dat is iets wat ik, nou ja, net hetzelfde denk ik, zo van binnenuit voel. Dat ik ook gewoon zo zeker weet van dat kan niet stuk. Ik moet er wel bij zeggen dat de kerk heeft zijn eigen, natuurlijk zijn eigen regels en principes. En een van die principes is dat ze niet asiel geven aan mensen die zelf gewoon nog hun veilig leventje op zich hebben liggen wachten. Mm. Dus ik krijg geen asiel. Wat in de praktijk erop neerkomt dat ik niet langer dan een week zal kunnen doorgaan. Omdat, ik bedoel, ik moet ook dan tegen die tijd uitkijken. Kan ik niet meer in de auto stappen. Ja, heeft niemand geprobeerd om je eraf te houden? De vader van mijn dochter. Maar die probeert me overal vanaf te halen. Ja. Ja. Maar je dochter zit hier, hè? Mag ik er iets vragen? Ja, Roosmarijn? Vind je het wel goed dat je moeder dat doet? Ja, ik vind, ja, maar ze doet wel vaker van die dingen. Ze doet wel vaker rare dingen. Ja. Maar nee, maar goed, jij zit nu ook te luisteren. Denk je dan? Ja, ja. Volgens mij is dat het enige middel nog. Want ja, ik bedoel, wat moet je anders gaan doen? Zelf de keel doorsnijden. Dan kan je sowieso niks meer, zeg maar, verder doen. Dit dus dat is ook symbool. Ja, het is natuurlijk wel een soort van chantage. Middel, hè? Nou, het is chantage. Je probeert dus met iets heel ergs iemand voor het blok te zetten. Ja, het is chantage natuurlijk. Ja. Je kan het op geen enkele. Het is chantage. Ja, maar zo mag je het niet noemen. Kijk, zoals je het je komt in een knelsituatie, daar moet je op reageren. Je moet reageren op knelsituaties. Dat is het verschil met gewone chantage. Ja, maar mensen dat als chantage ervaren, is niet omdat wij dat als chantage neerzetten, maar omdat andere mensen die druk ineens over zich heen voelen. Nou, u weet natuurlijk ook heel goed dat als je dat doet, als je in hongerstaking gaat, waar, als je het maar lang genoeg doorzet, de dood op volgt. Ja, ik vind dat iets anders hier aan de orde ook gesteld moet worden. Die druk is natuurlijk meer, druk kun je niet zetten. Die komt niet uit het niets vallen. Mensen gaan dat doen omdat het is. Je doet het niet voor je eigen gewin, eigenlijk. Je doet het om je los te vechten. Het is een soort noodweer. Het is net zoiets als noodweer. Ja. En dat is in heel veel wetboeken. Voor je eigen gewin. Ik bedoel, u zegt, ik heb er andere kinderen ook mee kunnen helpen. Maar in principe ging het om het eigen gewin. Om de relatie. Om iemand waar ik heel dichtbij sta. Ja? Mijn dochter namelijk. Ja? Om het contact wat goed was. Wat onomstreden goed was. Om dat in stand te mogen laten. En dat is trouwens iets wat ik ook in die staking van die buitenlanders herken. Dat zag ik ook gisteren op tv. Wat ze zeggen is, we doen het voor onze kinderen. Dat zijn ja, de kinderen. Dat vind ik nou, dat, sorry, nou wil ik er graag eens even tussen springen. Maar nu is het programma afgelopen. Ja. Maar u kunt nog springen, alleen neem ik vast afscheid. Jammer. Van, zo gaat het nou. Het is geloof ik maar af. Nou, ik vind eigen belang. Ik neem vind onderhand. Ik erger. Maakt die zin af, ja. Als je het in eigen belang doet, vind ik het afkeurenswaardig. Alleen als je het in het algemeen belang doet. En wat hier op dit moment gebeurt, is puur eigenbelang.
Nee. Ja, absoluut. Bij die asielzoekers. Ja, weet u hoeveel zwarte illegalen er in Nederland wonen? Weet je hoeveel armoede er in Nederland? Ik neem nu toch afscheid. Morgen is er weer een BMW. Dan met Paul Witteman. Hartelijk dank allemaal. Tot morgen.